Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, vernieuwde waterinstallatiesysteem MATA in gebruik genomen. President Santokki onderstreept belang van sport op Olympic Day en vrouwen leveren onmisbare bijdrage aan de diplomatie. Op zaterdag 22 juni is het vernieuwde waterinstallatiesysteem te MATA in het district Para officieel in gebruik genomen door de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. President Chandrika Prasad Santokki woonde de ceremoniële ingebruikname bij. Daarnaast werd het startsein gegeven voor het boren van twee nieuwe waterbronnen waarmee de waterinfrastructuur in het gebied verder wordt versterkt. In eerste plaats wil ik jullie allemaal feliciteren met deze mijlpaal. Het is een taak van de Surinaamse waterleidingmaatschappij en ook de overheid om u te voorzien van gezond en betrouwbaar drinkwater, omdat we ons hebben gecommitteerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. En dat in dit geval is het doel 6. Er was al een station hier, maar die onder NH Field en dat station produceerde geen drinkwater, maar gewoon water. Maar wij van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, samen met het dorp Kurupamata en partners, hebben ervoor gezorgd dat we een drinkwater treatment plant hebben opgezet die gezond en betrouwbaar drinkwater levert. Natuurlijk is dat water niet voldoende. Op dit moment krijgen de mensen dat water voor eenmaal 24 uur, omdat ze dat water niet gebruiken als in Paramaribo. Maar we geloven zeer zeker dat naarmate de tijd gaat vorderen, dat de mensen ook een douche hebben in hun huis, misschien een zwembad en noem maar op. Dan is dat water niet voldoende. En in dat kader hebben wij als de Surinaamse waterleidingmaatschappij samen met onze partners gekeken om twee bronnen extra te boren. En dat is om ervoor te zorgen dat er ieder toegang moet krijgen tot drinkwater. We weten dat met drinkwater en alle ontwikkelingen die komen, dat mensen gaan komen wonen in MATA, want dat hebben we gezien op diverse gebieden. En wij moeten ons ook daarop voorbereiden. Vandaag zijn we inderdaad hier in het kader van een gebruikname, van een waterinstallatie. En natuurlijk, ook een tak over water, zal als wat ik ben, een recht, een mensenrecht. Het is een van de SDG-doelen van de Verenigde Naties, dat alles wat moest af. Drinkwater, gezond drinkwater, veilig drinkwater. En dat is ons beleid. Gefeliciteerd dorpsgemeenschap van MATA. Gefeliciteerd directeur. Gefeliciteerd de lobbybrada. Als je zegt, conti de jaso. Met jouw grantangi en no vergeti voor begi. Tam begi. Want Masara Gado Dape zal no leave you in the steek. En zal zorgen dat Allah de sana ook co-opteed geju. Tap empathy. Tanga implan. En Allah zal ook boven. Many thanks and God bless you all. Thank you. President Santokki onderstreepte in zijn openingswoord op Olympic Day 2024 de gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en individuen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Tijdens dit evenement, georganiseerd
door het Surinaams Olympisch Comité informeert hij de aanwezigen dat tijdens een recente aandeelhoudersvergadering van Staatsolie $2,5 miljoen is vrijgemaakt ter ondersteuning van sportactiviteiten dit jaar. Het evenement werd bijgewoond door onder andere de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillon de Lacoste, directeur sportzaken Gordon Tony Chow en voorzitter van het SOC Ramon Chonafat. Het Surinaamse Olympisch Comité is een moment van trots.
en een moment van reflectie. Het herinnert ons aan de lange weg die we hebben afgelegd en de successen en de tegenslagen die we hebben mogen meemaken en behalen. Maar het is ook een oproep om door te gaan met het bevorderen van de Olympische waarden in onze gemeenschap en ook ver daarbuiten. Ik dank u allemaal en ik wens u allen een zeer succesvolle Olympic Day toe, een zeer succesvolle 65 jaar viering van Sereno Olympic Comedy. Op 24 juni vieren we de Internationale Dag van de Vrouw in de Diplomatie. Hoewel diplomatie lange tijd voornamelijk werd geassocieerd met mannen, hebben vrouwen door de eeuwen heen een essentiële rol gespeeld in dit veld. Minister Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking benadrukt het belang van deze dag en spreekt over de onmisbare bijdragen van vrouwen aan de diplomatie. Voor mij persoonlijk betekent het enorm veel omdat ik met veel vrouwelijke diplomaten heb gewerkt. Gelukkig hebben wij in Suriname veel vrouwen die in de diplomatie zitten, in het diplomatieke bedrijf. Op dit ministerie is het overgrote deel van de medewerkers zijn vrouw. Ze krijgen ook alle kansen. Laat me op voorhand zeggen, ze krijgen al die kansen. Niet omdat wij kansen geven, maar omdat ze geschikt zijn. Wat ik wil zeggen, heel duidelijk, is dat vrouwen hebben die capaciteit. En ze moeten niet de kans krijgen, want dan lijkt het alsof het gegeven is. Ze moeten de gelegenheid hebben om diezelfde carrière te kunnen maken als een man. En in veel gevallen zijn vrouwen in de diplomatie zelfs beter dan mannen. Dat is mijn ervaring na 25 jaar in dit bedrijf, in dit vakgebied. Suriname doet het redelijk goed op het stuk van diplomaten benoemen in de hoogste functies. In het directieteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken 4 directeuren. Alleen 1 directeur, dus 25%, is van het andere geslacht, mannelijk. De andere 3 directeuren zijn vrouwen en ze doen het enorm goed. Ervaren en ook met een stukje inzicht. En zoals ik zei, je moet de kwaliteiten hebben, de capaciteit hebben. Dat is het belangrijkste in de eerste plaats. Niet je geslacht. Je moet het werk kunnen doen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we een instituut, de Surinaamse Diplomaten Instituut, die dus de taak heeft om jonge diplomaten te scholen en op te leiden. We hebben recentelijk de Junior Diplomat Basic Course gehad. Dat zijn de basisbeginselen van hoe je een diplomaat moet zijn. Ik ben blij dat we uit de 35 studenten 32 de eindstreep hebben gehaald. En ik heb begrepen dat het allemaal heel intensief is geweest, maar ook heel gecommitteerd. Een van de dingen die je in elk vak natuurlijk hebt, maar zeker in de diplomatie, is je moet wel happy zijn in de job die je doet, in de eerste plaats. Dus als je niet happy naar je werk gaat, dan is het een beetje lastig, want dat gaat overkomen bij de anderen. En dat creëert een verkeerd beeld. Maar deze diplomatenopleiding gaan we herhalen. We hebben veel vrouwen gehad die hebben geparticipeerd, het grootste deel denk ik, zijn vrouwen geweest. Dus dat is ook een goede zaak, want hoe meer zeg maar aanvoerder is vanuit de onderkant, jonge diplomaten, uiteindelijk komen ze terecht op de hoge functies en dan zullen we zien dat het grootste deel waarschijnlijk hier vrouwelijke diplomaten zullen zijn die dan ons land uitdragen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling van een diplomaat, het land uitdragen, het beleid uitdragen en ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het land gerealiseerd wordt. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.